Leerlingen van de Nijmeegse middelbare school NSG hebben het Mariekebeeld op de Grote Markt in het kader van 024 Geschiedenis een nieuwe outfit gegeven. Een lange rok met telefoonschermpjes waarop jonge vrouwen met perfecte lichaamsvormen te zien zijn. Daarmee komt Marieke in opstand tegen het perfecte plaatje. Initiatiefneemster Ineke Martin legt uit hoe het project tot stand is gekomen. Ik vond vorig jaar dat de Grote Markt zo stil was. Alles vond plaats in de Stevenskerk, de Marienburg en later ook op het Valkhof. Maar de Grote Markt, daar staat ons grootste icoon van de stad, Marieke. En ik vond eigenlijk dat Marieke wel daarin mee kon doen. Jannie Bentum is docent aan het NSG en ontwerpster van de outfit. We hebben hier net met leerlingen het beeld Marieke aangekleed. En dat was een groot project waarbij we Marieke naar de hedendaagse tijd geplaatst hebben. En dan gekeken hebben van wat is nu eigenlijk voor meiden van 4 HAVO, want die hebben het gemaakt. Wat is voor hun eigenlijk de hedendaagse duivel, de hedendaagse moenen? En daar kwam duidelijk uit dat dat social media was. Met name over de rolmodellen die op allerlei items verschijnen, Instagram en zo. Van vrouwen die zichzelf op een hele mooie manier fotograferen of laten fotograferen. In een ideale situatie, ideaal figuur, alles is ideaal, ideale wereld. En ook als je daar zelf aan probeert te voldoen, is dat best verwarrend. Over de vraag wat de grootste verleiding was anno 2018, hoeft leerlingen Eva Eickhout niet lang na te denken. De foto's van perfecte vrouwen die tegenwoordig op social media volop gedeeld worden. Sommige dingen herken ik er wel in. Het gaat natuurlijk over het ideaalbeeld waar meisjes aan zouden moeten voldoen. En we hebben dat samen met onze groep ontworpen. Dus eigenlijk zit er wel van iedereen wel wat in wat een verleiding is.